Jongens, ik ben geland op Bari in Italië en ik heb net al weer drama gehad. Ik had een autootje gehuurd en toen had ik geen creditcard bij, dus dat ging niet echt handig. Maar nu heb ik dus een hartstikke mooie witte Volkswagen Polo om hier rond te toeren. Heb je zin in onze vakantie? Ja! Hebben we een leuke auto? Mijn auto, de leukste auto. Blijf hier. Oh mijn god, dit is zo ontzettend vet. Nou jongens, we hebben hier een tweepersoonsbed en hier een tweepersoonsbed. En dat lijkt allemaal dik prima. Ik ga eerst de badkamer nog even laten zien. Is ook super mooi. En nu komt het allerleukste. Onze view. Heerlijk te slapen. Maar het is zo mooi hier om wakker te worden. Vandaag schijnt het zonnetje ook even tot en met de middag. Dus daar ga ik heerlijk van genieten vandaag. Wat we gaan doen, nog geen flauw idee. Maar ik denk dat we vandaag naar Lecce en Lissi gaan. Met de auto. We zijn net van Polignano a Mare naar Lecce gereden. Dat is ongeveer een uur en een kwartier. En ik zit nu op terras
in de binnenstad van Lecce bij Café Alvino. Het is echt een aanrader, die kan je ook online vinden. Want hier hebben ze allemaal lekkere zoetigheden en gewoon lekkere koffies. Dus dat is echt een aanrader om te doen, een beetje mensen kijken. Zometeen gaan we naar de basiliek toe. En daarna gaan we lekker tapassen, want daar staat Lecce ook bekend voor leuke tapasteentjes en lekkere wijn natuurlijk. Nee, maar wel van jou hoe je ijs eet. We hebben net echt super veel zitten eten en Lisa vond dit dus nodig. Dat komt omdat jij al mijn kaas op hebt, dus ik heb ruimte voor. Ik heb helemaal geen kaas op.